10, 40, 17. 67 vierdaagses naast elkaar. Herman Koenen, Twan Groetelaars en Jacques Lucassen lopen dit jaar voor de laatste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de vooravond van de laatste wandeldag spraken we de deelnemers. Met mij gaat het momenteel heel goed. De derde dag was vandaag, zoals gebruikelijk, voor mij een topdag. Dan heb ik het idee dat ik vlieg en de heuvels gaan over. Ik heb dan ook al 2 dagen getraind. Hè. De eerste en de tweede dag is training en de derde dag gaat goed. Dus met mij geen klagen, ik zie het morgen weer zitten. Hoe is dat met jullie? Nou, ik heb hier maar geklaagd. Ik denk dat het mij nog beter gaat dan met hem. Omgekeerd. Hij kon me vandaag bijvoorbeeld niet bijhouden. Dus wat dat betreft, hier mag ik klagen. Ja, mij gaat ook prima. Ik heb vandaag lekker kunnen lopen. Ik heb wel een beetje last van mijn lies, maar door kras te gaan lopen gaat dat goed. Speciaal voor Omroep PNM maakten deze Panningse heren opnames van de Vierdaagse en kwamen ze ook lopers uit Pelemaas tegen. En? De televisie is... Natuurlijk doen we het ook aan iedereen, aan alle supporters. En aan de familie en de kennis en aan vrienden die allemaal kijken. Voor degenen die meedoen, allemaal succes. Na 40 jaar Vierdaagse vindt Koenen het welletjes. Ook speelt de gezondheidssituatie een rol. Twan Groetelaars heeft namelijk al 2 knieën versleten. De drukte, gezelligheid, die is er nog steeds. En de sfeer is er ook nog genoeg, dus daar heb ik echt geen klagen over. Maar ik vind het wel goed geweest. En ik had begrepen van mijn kompanen Twan en Sjaak dat zij door lichamelijke... Een beetje ongemak om het netjes uit te drukken, dat ze toch misschien overwegen om ook te stoppen. Heb ik gezegd, nou dan stop ik dit jaar voor mij ook de laatste keer. En dat dit jaar de 100ste is in Nijmegen en voor mij de 10e, is een reden geweest om dat dit jaar nog mee te doen en dan op een punt. Allemaal lopen, heel gezellig. Iedereen is vriend van elkaar, zeg maar. Heb je wat, wordt gelijk geholpen door iedereen. Er zitten er allemaal hetzelfde in. Het was de afgelopen dagen warm, maar dat heeft deze lopers niet gehinderd. Wel merken ze dat het drukker is dan voorgaande jaren, omdat er vanwege de 100ste editie meer wandelaars meedoen. Er zijn toch wel wat knelpunten in de routes, waarvan ik zeg van, je kunt merken dat er 5000 man meer meedoen. Op de derde dag, wie treffen wij? Gerald van der Kop uit Panningen. Gerald loopt voor de 12e keer, heeft hem juist verteld. Ik zal me even vragen hoe het met hem gaat. Gerald, hoe gaat het met jou? Het wordt toch uit, geweldig. Ja? Ja. En wat is het plezier aan de Vierdaagse? Ja, het is een soort virus, hè. Ja? Het is een echte, complete happening. Volgend jaar weer? Nee, volgend jaar niet. Nee, oké. Okay. Ja, je hoort hier van meer mensen zeggen nooit meer, maar die komen volgend jaar ook terug. Nee, nee, 12 keer is genoeg. 12 keer is genoeg? Ik heb vrees voor 13. Goed. Dat zal wel de reden zijn. Gerard, dan kan ik alleen maar heel veel succes wensen. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen uit Pelemaas? Ja, zeker. Ze moeten beslist nog eens een keer naar de Vierdaagse gaan. Meerdere wandelaars die stoppen na de 100ste Vierdaagse. Dat valt mij op. Ja. Ja, dat klopt. Die heb ik ook gesproken. Ik sta om 2:30 op, doe even mijn voeten verzorgen. Omdat ik mede belast ben met de verspreiding van de krant en distributie. Dan ga ik om 3:15 beginnen met die werkzaamheden. Die doe ik dan tot 6:00. En dan is het even snel eten. En dan afhankelijk wat de afspraken zijn om met de auto te rijden. Dan haal ik hun op of zij halen mij op. En dan rijden we meestal rond de klok bij normale starttijden om 6:30 rijden we hier weg. 7:30 in Nijmegen. Kilometer 3 van Nijmegen staan onze fietsen bij een flatgebouw waar we normaal de auto parkeren. Uitstappen uit een auto, fietsen pakken, naar de start fietsen.
wacht bij de start. En dan aanlopen. Mijn beide collega's die gaan 's morgens eerst poepen. En dan ga ik van starten. En Sjaak, dat gaat wel wat sneller, maar Herman die heeft wat meer werken. Dus we starten nooit met z'n drieën tegelijk. En dat vind ik wel jammer. Dat is, maar dan gaan we morgen verbeteringen brengen. Nou, dan ben jij ik. Jij wacht wat langer, dat we iets meer tijd hebben. Hoe is de keer vandaag? De 9e keer heb ik gelopen. En hoe voelt die? Heel goed. Goed? Nergens last van? Helemaal geen problemen. Nee. Lekker gelopen vandaag. Volgend jaar terug? Volgend jaar terug, tuurlijk. Goed, dan wens ik jou alvast heel veel succes. En je wandelmaten? Die moeten nog binnenkomen. Oké. Maar dat zien we wel. Gaan we vanavond nog terug naar Panning? Ja, terug naar Panning. Iedere dag op en neer. Oké. Hoi, ik wens je heel veel succes. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen in Peelemaas? Tuurlijk, ik zou zeggen, volgend jaar allemaal meelopen. Beste mensen, op de eerste rust, na 11, zitten we ons in het zonnetje. En wie zien we dan? Marjan Verlier op, met de grashoek. Maakt foto's voor Sanne Doom. Marjan, ja. Hoe vind je het hier? Geweldig. Heet. Heel heet. Maar wel heel leuk. En gezellig. Wat wil je tegen de mensen van Peelemaas zeggen? Ik wil ze er allemaal de groetjes doen. Oké, volgend jaar weer? Ja, ieder jaar. Iedere dag. Maar dan zonder ons. Maar met jou. Nee, dan zie ik je toch op de post. Groetjes. Het valt me op dat er veel mensen uit Peelemaas elke dag op en neer rijden. Afhankelijk van de afstanden 30, 40, dan zullen er ook 50 lopen. En dat is misschien vreemd uitgedrukt. Er zijn erbij die zeggen, ja, trainen, ja, dat doe ik ook niet. Er zijn heel wat mensen die ben ik nu al tegenkomen, ja, trainen, ja, wat heeft dat voor mijn zin. Maar dat neemt niet weg dat diezelfde mensen toch wel meer dan 10 keer gelopen hebben en dan uit ervaring, met een brok ervaring, die 4 dagen doorkomen. Ongetraind eraan beginnen, ja, ik zou het toch de mensen afraden. Ik doe het zelf wel, maar ik zou het de mensen eerlijk gezegd afraden. In het verleden liep ik ook kennen die Maas en zo liep ik ook lange tochten door de week. Maar de laatste jaren loop ik eigenlijk niet veel meer. Ja, 10 kilometer in de week, een paar uurtjes in de week. En daar moet ik ook rustig aan beginnen en dan lukt dat wel. We waren jaren geleden, dit is misschien wel 15 jaar geleden. Twan was er toen nog niet bij, anders was het misschien niet gebeurd. Twan let daar beter op. We liepen daar en we waren laat en met 4 man. En op enig moment moesten we achteraf bekeken linksaf. Wij zijn rechtsaf gegaan. En het werd stiller en stiller op de route. We zijn er tegen elkaar. Potverdomme, het is rustig. Wat is het rustig hier? Weer staat er een fotograaf. Die komt daar van dat laddertje af. Die had foto's gemaakt. En die zegt, nou jongens, ouwe happen. Wij dachten, ja, we weten ook niet wat hij bedoelde, dus ja, en we lopen door. 2 kilometer verder, komt er voor links een massa volgen. We kijken elkaar aan en ik van, oh god, zou het niet verkeerd gelopen zijn, hè? Ja hoor, we hadden de militaire route gevolgd en die kunnen dat stuk rechtdoor steken en wij mochten dat niet. Maar ik zei, jongens, geen probleem, ik praat me daar wel uit om het netjes uit te drukken. We komen eraan bij die controleur, ik vertel, ja, ik zei, jongens, verkeerd gelopen, kan gebeuren. Hoofdcontroleur erbij. Meneer, geen pardon, u krijgt geen knip. Er zijn 2 mogelijkheden. U gaat of terug, gaat het parcours weer op, of u loopt hem niet uit op papier. Nou, ja, daar stonden we dan. En toen bood hij ons nog aan om ons terug te brengen met de auto. Maar dat was mij de eer te na. Ik zei voordat hun wat konden zeggen, jongens, dat doen we niet, we gaan teruglopen. Hebben we teruggelopen, hebben we achteraf bekeken 4 kilometer teruglopen. We hebben dus 4 heen fout gelopen, 4 terug, dat waren er al 8.
We moesten er toen 40 lopen, hadden er 48 gelopen. We waren te laat. De eerste controle hebben we nog net gered, kantje boord. Die hebben ze ons nog. We kwamen op het einde binnen om 16:45. Toen hebben we echt moeten doorlopen. En al onze ervaring te spijt, hebben we toen gedacht van nou, als dit maar goed gekomen. Het is goed gekomen. Onze lijfspreuk is altijd AKG, alles komt goed. Ook dat is goed gekomen. Maar daar hebben we achteraf heel vaak aan teruggedacht, vooral toen we terugliepen. Want dat is de anekdote. Diezelfde fotograaf was bijna klaar, ziet ons terugkomen, spreekt ons aan en zei hij verkeerd. Ja, ik zeg, dat had je ook kunnen zeggen. Ja, jullie zeiden, jij zei oude hap. Ja, ik bedoel de oude lichting. Dat is alleen voor militairen die hier mogen lopen. Hij klom voor ons op het laddertje, ging staan, maakte een foto, heeft die foto ons per mail gestuurd. Nou, het was voor ons een kostbare. Met al deze herinneringen bereikt het trio vrijdagmiddag de finish van de Vierdaagse. Dankbaar zijn ze hun vrouwen die verzorging bieden voor, tijdens en na de wandeldagen. Zonder de goedkeuring en de medewerking van het thuisfront en de steun die ze geven, lukt je dat niet om daar zo ontspannen en zoveel plezier te hebben. Nou, dat is gewoon ja, een dank echt aan onze echtgenotes Truus en Mariet en mijn vrouw Jean. Op de manier waarop ze ons al die jaren gesteund hebben. En wij hopen dat zij er morgen ook bij zullen zijn. En dan gaan we het gewoon beleven. Dan sluiten we denk ik een hele mooie periode af.